Eindeloze polderwegen die uitnodigen tot lekker doorrijden. Die combinatie heeft overstekende bevers in de Noordwaard het leven gekost. Nou, dat zijn er dit jaar zeker 4 en volgens mij 5. En waarvan de 4 in ieder geval het niet hebben gered. En ja, het kan ook zijn als een beest natuurlijk wordt aangereden dat hij half geblesseerd alsnog verder het gebied intrekt en zelf herstelt. Maar 4 exemplaren hebben dat in ieder geval niet gered. De toename van aangereden bevers die het niet overleven is een nieuwe en trieste ontwikkeling in de Biesbos. Het is echt zo dat die beesten zijn op verkenning omdat het land compleet veranderd is. Kreken zijn aangetakt en water langs de weg is ontstaan. Gemaakt door de mens. En ja, logisch dat daar natuurlijk dieren op afkomen. Logisch dat die bever dus deze weg nu ook in zijn leefgebied heeft geclaimd. In zijn auto neemt boswachter Thomas ons mee naar een plek waar bevers letterlijk langs de kant van de weg bivakeren. Nou, hier ligt de weg echt tegen het bos aan. Dat is in meerdere plekken in de Noordwaard het geval. En je ziet hier ook dat wat wilgetakken meegesleept zijn eigenlijk door een bever. Dit is wel een beetje oud. Staatsbosbeheer en de gemeente Werkendam willen nu maatregelen gaan nemen om het autoverkeer te waarschuwen voor bevers. Maatregelen die op steun kunnen rekenen van recreanten. Nou, ik denk gewoon autovrij maken. Alleen maar voor bestemmingsverkeer, eventueel. Nergens in Nederland is zo'n grote kans op aanrijdingen met dat grote knaagdier als hier. Een eerste aanzet tot een oplossing zou een bord zijn. Pas op voor de bevers, ja, waarom niet? Er staat ook pas op voor de overstekende herten. Maar eigenlijk wordt gezocht naar een creatievere oplossing dan een beverbord. Dat beverbord zou er zo moeten gaan uitzien. Opgepast voor overstekende bevers. Binnenkort ook in uw Biesbos.